Er is goed nagedacht over de overname van de Brokopondo waterkrachtcentrale eind deze maand. Dit deelde Rudolf Elias, algemeen directeur van Staatsolie, overtuigend mee aan de STVS Nieuwsdienst. De overname past volgens hem in het beleid van Staatsolie om in de toekomst schone energie te produceren. We hebben daar goed naar gekeken. We hebben ook gekeken over hoe het past binnen onze cultuur en hoe het past binnen onze visie. En wij hebben alle tijden gezegd dat we heel graag wat willen doen aan renewable energies. Dat is gewoon goed voor een oliebedrijf om dat te doen. En dit is een prachtig project wat naar ons toegekomen is. En we nemen het graag met beide handen. Bij 39 jaar Staatsolie, gisteren stond Elias stil tijdens de presentatie van de Surinaamse trots. Elias benadrukte dat 2019 een fantastisch jaar was voor het bedrijf. Staatsolie heeft volgens de cijfers goede resultaten geboekt. Ook zijn de geplande producties gehaald. Het belangrijkste is dat alles beneden de kosten zijn uitgevoerd. De algemeen directeur zegt verder dat met dezezelfde voortvarendheid de bedrijfsvoering van 2020 is gepland. Overname van de Afobakka Stuwdam per 1 januari 2020 zal volgens de directeur op zodanige wijze geleid worden. Ja, we hebben een apart directoraat opgezet daarvoor. We noemen dat het directoraat Power and Renewable Energy. En die wordt geleid door een aparte directeur, die daar ook een aparte groep mensen voor heeft om dat te doen. En die is daar ook gespecialiseerd in. Dus de druk op de andere mensen, die zal echt op de oliemensen, die zal niet te groot zijn. Vergeet niet, we doen al een heleboel aan elektriciteit. We hebben natuurlijk al 35% van de markt met onze Staatsolie Power Company. En dit is gewoon een add-on daarin.